Ik heb een tijd geleden een exposed video gemaakt. Ik heb daar verschrikkelijke dingen geëxposed. Soms denk je dat je het ergste hebt gehad. Maar uiteindelijk komt er dan nog iets ergers. Je denkt dat je alles al hebt gezien. Tuurlijk. Alles komt bijeen. Maar het kan uiteindelijk nog erger. Laten we beginnen. Oké, jongens, we zijn weer terug. YouTubers exposen. Oh god, de vorige keer dat we dit hebben gedaan, zijn we achter wat geweldige, zware, rottige dingen gekomen. Maar vandaag, het wordt weer zo'n sombere dag, jongens. Het wordt weer zo'n sombere dag. Het spijt mij. Maar hey, ik moet het doen. Ik moet al deze mensen voor jullie exposen, voor jullie veiligheid. De eerste die we hier gaan exposen is Wes. W-E-Z-Z. Maar zijn echte naam is Belg. Op de banner zie je al aan zijn gezicht dat hij iets achterhoudt voor ons, jongens. We moeten achter dit zware, rottige ding komen. Om. Ik weet eigenlijk niet waarom, maar we moeten het gewoon doen. Wesley is laatst veranderd van content. Ik denk zelf dat hier een smerig, achterdochtig plannetje zit. Dat één maar één ding kan betekenen. Iedereen gaat dood. Shit. Wesley kan goed zingen. Dit had ik niet verwacht. Ik had niet verwacht dat Wesley goed kon zingen. Fuck, dit verpest alles. Dit verpest alles. Maar goed, hopelijk kunnen we nog wel een vonkje in de duisternis vinden. Anders zijn we allemaal gedoemd door Wesley's mooie gezang. Hallo en welkom bij Wes. Ik ben Wes. Shit! Jongens, hij kan zichzelf klonen. Ja, shit. We hebben het ontdekt, jongens. We hebben het ontdekt. Wesley hier wil van zichzelf clones maken. En dan gaat hij heel YouTube overnemen. Wesley, ik wist niet dat jij tot dit in staat was, maar holy fuck. Wesley, het spijt me dat als ik ooit iets slechts heb met je heb gedaan, maar dit hoeft niet, Wes. Samen kunnen wij YouTube sterk maken. Je hoeft jezelf niet te klonen. Maar goed, Wesley is nu exposed. Oké, de volgende die we gaan exposen is Joël VL. En Joël, hij ziet er een beetje sipjes uit in de banner. Hij wijst naar zijn logo alsof hij ergens niet trots op is. Volgens mij is hij niet trots op een plan dat hij in de smis heeft. Of nee, ik zei het verkeerd. Nee, ik zeg alles goed. Hou je bek. Oké, laten we een kijkje nemen naar zijn kanaal. Wacht. Fuck. Nee. Jongens, zie je dat? Hij gebruikt twee keer dezelfde foto voor een thumbnail. Oh nee. Waarom Joël? Waarom? Heeft Joël baardgroei? Fuck, Joël probeert een kind te bedekken met zijn microfoon. Betekent dit iets, jongens? Betekent dit iets? Oh, dit is echt nog wel heel erg. Ik ga dat... Erg? Erg? Volgens mij betekent het woord erg iets me. Volgens mij, nee. Shit. Joël heeft nog geen baardgroei. Hoe kan een mens leven zonder baardgroei? Hoe de fuck? Joël? Ik had echt niet verwacht, Joël. Hoe kan je dit doen, Joël? Hoe kan je nou geen baardgroei hebben? Het volgende kanaal is Calvijn. Eigenlijk heet hij Calpijn, omdat zijn content nogal pijn doet. Maar Calvijn had een tijdje geleden van naar niks naar kliks. Een serie waar hij kleine YouTubers pakt en die groot probeert te maken. En hij heeft een paar YouTubers gezien en gepakt. Als ik het goed begrijp is een andere YouTuber die ook kwaad in de bedoelingen heeft op zijn serie gekomen. Laten we even kijken wie het is. Paprika in mijn hand trouwens. Paprika is heel cool. Heb jij wat bedacht? Eentje die echt fucked up is. Nee. Nee, oh. Niet Mart. Niet Mart. Nee. Fuck, nee. Mart. Waarom? Waarom Mart? Waarom Mart? Waarom moet jij Mart? Mart en Calpijn zweren samen om uiteindelijk YouTube te verwoesten. Mart. Calpijn. Waarom doen jullie dit? Wat heeft YouTube jullie ooit aangedaan? Wat heb ik jullie ooit aangedaan dat ik dit nu moet doen? Ik vind het schande, Calpijn, dat je zomaar Mart van me neemt. Waarom, jongens? Waarom moest dit nou helemaal zo?
We moeten hiervoor Paul bellen. Paul? Ja, Paul. Ik heb hier twee mensen. Ja, wat zeg je? Nee, het boeit me niet. Nee, Paul. Godverdomme, Paul. Nee, Paul. Paul, voor de zoveelste keer. Ik wil niet komen in je homosekstape. Nee. Je weet dat ik naakt niet voor de camera kan staan. Nee, Godverdomme, Paul. Maar Paul wil ons niet hierbij helpen. Dat kan een probleem zijn. Ik handel wel later met ze af. Volgende kanaal heet Roel op YouTube. Maar wacht eens even. Er klopt iets niet. Eigenlijk heet een kanaal Ant op Twitter. Dit wil ik verborgen houden. Gewoon puur omdat dit te schokkend is. Om aan random kijkers te laten zien. Zoals je ziet, zien we hier dat Roeland blijkbaar een grijze huid heeft. Ik weet niet zeker of dit waar is. Ik weet niet zeker of dit een van zijn miserige kleine plannetjes is om jullie voor de gek te houden. Maar ik ga nu kijken wat er allemaal achter zijn kanaal schuilt. What the fuck? Zijn huid is helemaal niet grijs. Roland! Hoe kan je ons zo voor de gek houden in een logo, een banner? Roland. Oh nee, we hebben je exposed. Je huid is helemaal niet grijs. Ik ben teleurgesteld in jou, Roland. Ik ben teleurgesteld op jou, Ant op Twitter. Volgende kanaal is Zalto Man. Maar voor mijn gevoel is de naam weer helemaal verkeerd. Dit moet ik eventjes goed opzoeken. Oké, ja, nogmaals. Nogmaals is een kanaal dat weer eens zijn namen verbergt voor jullie. Eigenlijk heet Zalto Man Salty Man. Ik weet niet waarom al deze kanalen hun namen veranderen. Wat een bullshit is dit. Bullshit. Zie je dit? Dit is ook bullshit. Maar goed, ik weet niet. Ik weet niet waarvoor ik bij hem moet exposen als ik eerlijk ben. Oh boy. Ik word een beetje bang van die man. Ik ben bang dat hij me gaat verkrachten. Maar dat maakt niet uit. We zijn hier voor hem, niet voor hem. Hey yo guys, what's up? My name is Salto Man. Welcome back to another video. And today I just want to give a quick update on the channel. Wow, wacht eventjes. Zie je die pukkel daar? Zie je die pukkel daar? Ik vertrouw hem niet. I want to keep it short and brief, so let's get into it. Salty Man, oeh. Ik hou van maarden, maar ik word liever niet intiem met jou. Oeh. YouTube is fucking broken. And that's nothing new. But lately... YouTube is fucking bro... Oh, oepsie. Ik zei het toch? Oké, ik heb het gevoel... Hem kunnen we niet meer exposen, oké? Hij is het met mij eens over het YouTube-ding. Mensen die het met mij eens zijn, moeten we niet exposen. Maar goed, we hebben genoeg mensen voor vandaag exposed. Ik wist niet dat het zo erg zou worden. Maar jongens, we hebben het doorgemaakt. Hopelijk heb je genoten van deze expose. Hopelijk kunnen we samen vechten tegen al deze vervloekte mensen. Maar als je genoten hebt, vergeet niet naar de luiknop toe te fladderen. Zie ik jou weer in de volgende expose. Expose Memer 89 uit.